Hey gasten van het Game Kanaal, dus jullie kijken naar deze nieuwe video en vandaag gaan we de update van 5R bekijken. En ik ben heel erg benieuwd wat deze update ons te brengen heeft. We gaan eens even kijken. Als je nou nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even hier beneden, want we gaan richting die 4K abonnees, jongens. En dat zou echt super tof zijn. We gaan even een auto pakken. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit welke auto we pakken. We moeten gewoon een random auto. En ik heb net ontdekt dat deze echt fucking snel is. Dus we pakken gewoon lekker de Audi. Lekker makkelijk, lekker simpel. En we gaan de map verkennen. We gaan er een beetje snel doorheen, want het is een best wel grote map. We zitten in de Audi A8 en dat zijn wat nieuwere auto's. Ik ga ze niet allemaal doorlopen, jongens, maar dit zijn ze en we hebben een nieuw rijsysteem. Radio is allemaal nog hetzelfde, sirenes zijn nog hetzelfde, nog steeds hetzelfde bokkengeluid. Verder, iedereen was zijn rank was gereset en moet ik nog wat dingen aanhalen? Nee, dat was het. We gaan dus even kijken wat we gaan vinden in deze map en binnenkort gaan we dus ook weer de locaties delen. Wat wel leuk is, er komt een nieuwe update aan. Daar gaan we ook gelijk even iets over vertellen. Dat is namelijk dit. Ja, echt super tof. En als je dat nou niet wil missen, dan moet je vooral even de Discord van 5R joinen. Dit is echt gekke promotie voor Discord. Maar goed, voor deze keer zal ik het in de beschrijving neerzetten. Als ik het niet vergeet, en vergeet ik het wel, dan moet je gewoon even mijn Discord joinen. Want daar staat namelijk gewoon bij, hashtag informatie staat gewoon bij... waar de Discord van 5R te vinden is. Dus vergeet ik het, moet je even mijn Discord joinen. Vind je vast niet erg. Blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Daarom moet je dus ook abonneren. En we gaan eens even kijken wat we hier verder te vinden hebben. We hebben hier een paar huisjes. En de locaties gaan wel moeilijk vindbaar zijn. Maar die gaan we uiteraard met jullie delen. Laten we gewoon even een beetje achter in de map beginnen. En dan gaan we gewoon steeds meer naar voren toe werken. Steeds meer naar het havengebied en dan gaan we daar eens even kijken. We gaan hier ondertussen eronder door. Ik ga er van onderdoor. Nou, we beginnen hier. Dit zijn de standaard huisjes. En dit zijn gewoon wat standaard huisjes. Hartstikke leuk. Eens even kijken of er nog verder wat te beleven is. Voor de rest is het vrij rustig en soms lopen er blijkbaar ook NPC's, want dit is mijn privé-server en er loopt hier gewoon een NPC random rond. Nou, leuk gedaan, leuk gedaan, leuk gedaan. Nou, en dat is dus bij een enkele plaats toegevoegd. Dit is er eentje van, dus ga daar zeker kijken en soms vind je het Easter Egg. Dus laat even weten in de reacties als jij het Easter Egg hebt gevonden. En iets wat ik wel leuk vind is, dan moeten we heel even tegen de richting, maar hier hebben we dus ook echt een afrit. En als we hier zo afgaan, dan zien we dat het best wel smal is. Maar het is best wel een leuk parcoursje hoor. Ik zeg het eerlijk. Dat is een leuk baantje als je gewoon volle snelheid eraf komt. Hier heb je van die glaswanden. Dat vind ik wel nice. Jammer dat er nog net geen vogels op zitten. Dat zou het wel helemaal afmaken. En voor de rest. Dit is een beetje de snelweg. De snelweg gaat gewoon heen en weer. En loopt volgens mij niet echt rond. Dat is wel een beetje jammer. Want dat zou wel mooi zijn als deze konden aansluiten op de overige snelwegen. Zo, deze auto gaat dan best wel snel joh. 280 voor zo'n klein autootje. Een A8 is het geloof ik. Ja, nou, ik vind het best een prima auto. Oh, hier loopt de snelweg wel rond. Misschien dat ze dan wel aan elkaar gekoppeld zijn. Even kijken, want hiernaast is ook nog iets. We hebben hier dus een hele... rotonde met een F en vleugels erop. Ik weet alleen niet wat dat betekent. En voor de rest, hier staat die fabriek. Hier hadden we het dus over in de vorige leak video. Dat is dus echt de fabriek die terugkomt. En nu komen we weer gewoon aan in de stad. Rechts van ons is het politiebureau. Hebben we een paar reclameborden langs de weg. Zoals hier zo in de... hoe heet dat? In de bushokjes. Hier hebben we een drempeltje en hier is dan gewoon weer de burgerspan. Dit is gewoon het woonwijkje. Dat vind ik best wel netjes gedaan. Ik vind dit echt, dit ziet er wel leuk uit. Jammer dat de hele map zo'n beetje uit is gestrekt. En dat dit dan weer zo mooi is. Maar kijk, de basic fit. Dat is wel iets voor Nathan. Daar zou die wat vaker moeten komen. Verder rest hebben we hier een blok. En
Er is niet echt wat te zien. Hier hebben we wel een paarse cirkels. Even kijken wat we daar te vinden hebben. Kunnen we nog uitstappen? Zekers. Nee, niet voor ons. Moeten we zo meteen even kijken als burger. Ah, die paarse cirkel, dat is een uitzendbureau. Heb ik net even uitgezocht. En nou, ik ben even doodgegaan door mijn eten. Maar goed, we lopen gewoon weer terug. We zijn ondertussen hoofdagent in de opleiding. En we begonnen dus bij agentenopleiding. Gaat echt lekker, jongens. En zo lang ben ik helemaal niet bezig. Het lijkt alsof het lang duurt, maar dat XP gaat zo ontzettend snel. Nou, hier hebben we het ziekenhuis. En het ziekenhuis is gewoon standaard, maar het ziet er wel gewoon prima uit. Ik heb het idee dat het een beetje het oude ziekenhuis is, maar dan wat uitgerekt. Ja, voor de rest niet zo heel veel aan de hand. We reden bijna een NPC aan. En hier hebben we weer precies dezelfde soort snelweg. Dat is gewoon een copy-paste. Ah, dan hebben we hier de PostNL. Nou, die kent ook wel gewoon iedereen. Als we de snelweg een beetje oprijden en we rijden er eigenlijk gelijk weer af, dan komen we nog in een ander dorpje uit. Is ook wel leuk gedaan. Een beetje rare weg dit. Dat is één grote weg rechtdoor. Hier hebben we in ieder geval wel gewoon de AWB staan. Daar zouden we kunnen tunen. En ja, voor de rest zijn het gewoon allemaal wijkjes. Volgens mij hebben we hier ook nog de brandweerpost in de Albert Heijn staan. Even kijken. Ja, hier hebben we, kijk, hier hebben we gewoon de Albert Heijn. Zoals jullie hem gewend zijn uiteraard. Ja, en dat zijn jullie gewoon verder gewend. Even kijken, wat hebben we nog meer? Kijk, hier hebben we die brandweerpost. En die vind ik best wel ziek. Zouden er ook nieuwe brandweerauto's zijn trouwens? Dat weet ik niet. Dat gaan we, ik ga zo meteen gewoon even elk team langs om te checken of dat zo is. Dan gaan we nu richting de haven en dat is wel heel erg leuk. We gaan een beetje die kant op en we gaan eens even kijken wat we daar aantreffen. Ik heb gehoord dat ze daar zelfs NPC's hebben die ook, als je te dichtbij komt, dat ze uit zichzelf de lucht inschieten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, en als we deze kant op rijden, dan rijden we dus richting de haven. Weer langs het PostNL gebouw, want daar kwamen we net ook al langs. Alleen toen ben ik even omgekeerd. We hebben hier een slipcursus. Kijk, we hebben hier dus de Kmar brigade. En zoals je ziet staan daar ook echt NPC's. Als je doorrijdt, dan schieten ze ook gewoon echt in de lucht. Moet je opletten. En dan krijg je dus ook schotenmeldingen van. Pas daarvoor op, want je wordt zo doodgeschoten. Je banden worden lek geschoten en weet ik het wel allemaal. Op het moment dat je eenmaal achter de containers bent, is er niks meer aan de hand. Nou, voor de rest is er aan de overkant dus een eiland. En ik weet niet of er ergens een boot is of zo. Maar ik rijd gewoon met de auto het water. Dat gaat dus niet en ik zit nu vast. En nu moet ik een heel eind gaan zwemmen. Oké, nou, lekker dan. We gaan wel zwemmen naar het eiland. Zie ik jullie daar. Nou, en als je dus op het eiland aankomt, dan lopen er dus ook echt bewakers rond. Want je mag in principe niet op het eiland komen. Op het moment dat je op het eiland komt, dan zullen ze wellicht gaan schieten. Dus, oké, weg hier, rennen. Oké, weg hier. Oké, dan moet je een beetje naar het einde toe lopen. En dan kun je zometeen dus je auto pakken. Oei, joh. En het is dus ook zo dat als je terugloopt, dat je die bewakers dus ook echt weer terug ziet lopen daar zo. En zolang ze jou niet zien, is er geen probleem. En anders moet je weer even wegvluchten. Ik heb in ieder geval mijn auto ingespand. En we gaan hier heel snel weg. Want hier had ik dus al rekening mee gehouden. Dit is niet waar we op zaten te wachten. We gaan in ieder geval doorrijden. En eens even kijken wat we verder nog tegenkomen. Want hier heb je gewoon een huis. En ik moet even iets verder weg. Want dan gaan we uit die range. Nou, een paar bunkers heb je hier. Een container ding. En weet ik het wat allemaal. Eens even kijken wat we in die huizen trouwens kunnen. Nou ja, in het huis was niet heel veel te zien dus. Even kijken wat we verder rest nog hebben. Nog meer huizen. Nog meer bunkers. En hier hebben we ook nog wat interessants. Even kijken. Dit zijn kleine hutjes. Hier moet wel iets verstopt zitten. Ondertussen rolt mijn auto door. Terwijl ik dat zelf niet wil. Hier zit niks. Hier zit niks. En hier zit ook niks. Nou, hadden jullie niet verwacht? Ik ook niet. Nou jongens, dan gaan we nu toch wel echt door naar het spectaculairste. Het treinstation, wat ik dus de vorige keer zei, dat zit er helaas niet in. Dat is een beetje jammer, maar goed. Hè? We hebben een heel groot vliegveld hier zo ervoor teruggekregen. Een hele laddingsbaan en een opstijgbaan. Kijk hier zo, zie je ook echt dat we kunnen opstijgen.
We hebben alleen geen vliegtuig en ik weet niet of je die wel kan kopen. Volgens mij, kijk, hier konden we wel naar binnen. En ik zie daar ook echt dingen staan. Even kijken hoor. Nee, dat kunnen we niet pakken. Blijkbaar zit er dus ook damage op, want ik schrok dus van de bewaker. Hier lopen dus ook bewakers. Rij ik echt vol met mijn dingen tegen die bewaker aan. En hij is gewoon op slag dood. Wel jammer dat er nu geen skin in zit, dat is waarschijnlijk een bug. Maar hij is gewoon op slag dood. Ik rijd tegen die bewaker aan en hij is gewoon instant gewoon dood. Nou, en ik ben bijna bij het eind. En we gaan hier zo omhoog. En hoppa, nou daar zijn we. We gaan even kijken. Oh ja, mijn auto had ik natuurlijk in de, hoe heet dat, gelegd. Nou, hier loopt weer zo. Wat zou die doen als ik ernaast sta? Oeh. Gekke schoten. Gaat die? Zo kijken of die met mij. Oké. Okay. Goed, ik ben maar eventjes geswitcht naar Kamar. Want ja, anders word ik de hele tijd gepakt. En dat willen we niet hebben. Even kijken. We konden hier ergens. Ook als Kamar kon je ergens je outfitje pakken, maar ik zou niet weten waar. Hier zo is in ieder geval weer de deur. En we pakken de nieuwe, dat is deze. Dit is een nieuwe auto. Oh, die staat natuurlijk nog ergens. Dat is nog steeds die auto die is gezonken. Hop. Zo. Kijk, dit is gewoon een nieuwe auto. Ik vind hem aan de achterkant een beetje misvormd. Alsof die niet helemaal rond is. Maar goed, voor de rest allemaal prima. En ik dacht dat ik ergens de boten zag. Kijk, en hier zo beneden. Kijk, hier kun je een boot huren. En hier kun je een jetski huren. Ik heb het gedaan, maar het werkt niet. Oh ja, dat komt natuurlijk omdat we een waited hebben. Hier zo, even kijken wat er gebeurt. Oh, oh yo. Kijk. De engine moet aan. Maar hoe werkt dit? Dit moet ik even uitzoeken, jongens. Ja, jongens. Kijk, de boot werkt. En voor de mensen die niet weten hoe die werkt. Je moet T er lang ingedrukt houden. Dat was voor mij ook even uitzoeken. Maar we varen. En ja, het is best wel nice. Ik heb toch maar even de boot gepakt in plaats van de jetski. Maar goed, jongens. Dit is toch... we gaan nu portwards. En we kunnen ook nog stuurwards of zo. Weet ik veel. Starboard en poort. Weet ik veel wat het allemaal inhoudt. Knotsen is in ieder geval de snelheid. 50 knotsen. Zo ben je er wel snel, hé. Oh, yo. Nou ja, jongens. Dit was in ieder geval de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Vergeet dan niet even te abonneren hieronder. En als je er wat aan hebt gehad, vergeet even niet te liken. Laat even weten hoe jij met de NPC's bent omgegaan. En dan zeg ik zoals altijd, laters.